En papa, wat doet hij? Oh, wat doet hij doen? Ik denk dat hij doet mijn baatswerk. Ja. Maar op het moment dat ik geboren ben, was er niet thuis. Hè. Want wat hebben ze me gezegd? 2 maanden of 3 maanden bekend. Ik was in Duitsland. Hè. Ja. Ik was gemobiliseerd. En het was toch bij dat baan. En mama dus terug naar Valm kwam. Is bij Mariette en ik. Dan ben ik in Valm geboren. Ja. Maar mijn pa had er een beroep al, ja. Ja, die was ding, maar de vuilers en ja, dan... Ja, een vuilwinkel had je links, hè? Ja, maar in Oudingen hebben we nooit geen vuilwinkel gehad. Hè. Nee. En dan, wat moet we, ik bebaad dan nog. Ja, een baas, wat was dat? Bebaad. Dat was in de Luikerstraat, en stond eruit, ze moesten stuiven en van alles. Had je toch nooit geen van kuur? Ja. En ijzer waren van dan. Ja. Toen werd hij dan een tour gewerkt had en alles. Ja. En mama, dat hij... Ja, was blijven was staart. Dat hij daar zo. Ja. En dan zijn ze naar school gegaan. Moe, ja. Een klooster, hè. We zaten stijl, wat kopstak was. Maar wie was die? Is de juffrouw daar? Ik kan toch nog niet weten. Nee. Juffrouw Lucien, dat weet ik dat we die nog gehad hebben. Ja, dat gaat juffrouw Lucien, ja. Die heb ik nog gehad. En dan was er nog een, en een juffrouw Achel. Ik denk dat hij uit Limburg was, want hij kwam voor de week af. Ja, dat was een kloos, hij ging voor de week. Intern, hè, gelukkig. Ja, maar dat was niet bij ons, hè. We worden gescheiden. Dat was apart dan van binnen. En juffrouw Madeleine. Ja. Dat was nog een. Ja, ja. Die woonde gewoon bij het Rijske. En Trude de factuur slopen. Dus aan de kamer. Ja. Ik zie me dubbel. Toen worden er nog zo. Ze zijn juffrouw Maria, maar ik weet allemaal niet van wie er niet mee is. Want dat komt in mijn eerste commune zeker. Hè? Weet je daar nog iets van? Ja, maar ik heb mijn eerste commune bij die van de jaren 40 is mogen doen. Bij mij hoorde ze dat 39 gebouwen worden. Toen mocht je niet meer bij mij doen, omdat we niet lang genoeg een Vallen woonden. Dat was bestuur kleren aan de tijd. Ja. We zijn in maart komen wonen, en we hangen dan is het dan die eerste commune, dan mocht je niet meer. Dus dat mocht je niet, dat ik mijn commune gedaan heb, die dan 40 gebouwen zijn, het jaar ernaar. Het jaar ernaar pas. Dus zo hebben er veel die discuteren erop. Maar dan, de plechtige commune, was ik terug bij die van 39. Ja. Maar dan zeggen ze, maar de plechtige dan mee, zie ik dat. Ja, dat moet zo lang terug, zeg je. Oh ja, wat dan gewoon doen zo, hè. Ja. Maar zeg, hoe daar is allemaal zo te denken van. Ja, en dan is wij zagen die een dag dan eruit, zeg je. Ja, s'morgens gewoon naar de mis gaan. Ja. En ook krijg je de commune en doen wat lezen en alles. Ja, en dan thuis en dan had je het en dan moet je naar de dingen gaan, naar de schuld. Dat was een gewone schuld dan. Ja. En ik weet goed, er was maar één die prentjes aan, dat was Ritte van de Velde. Ja. Ja, maar dat is aan die dus van 40 gebouwen moet ik bij was. En die alleen van ons gegroep dan. In die tijd, dat was een afzondering, hè. Ja. Ik zeg ook, dat is... Ja, wees, de plechtige meunen was dat wel... Toen was dat wat dingerder, hè. Toen was dat wat feest, hè. Ja, voor de feest, ik beter en hun. En Paat en Peter, als ze nog leefden, en dan was het toch afgelopen, hè. De plechtige meunen, ja. En dan een kleed, hè, dat moet het toch... Dat waren nog een lang witte kleed, maar... het was lof. En op lof moesten we dan naar de pasterij gaan. En in dit deur, daar kon door wat de kot bij de zwarte grillen daar. Ja. De opzijzende kerk. Daar hiel ons er van ons kleed blijft over hangen. Oei. Dat zit daar zo bij. En wie worden dan ook de eerste? Dat was bestuur Pieters. Dat we een kast mouden. Maar ja, die moesten ze wel kopen. Ja. Maar het hoort er nou was door vuur, hè? Ah ja.
Ja, het was een communefeest. Ja, en de kerk zelf. Ja. Hè? Ja. Die kaasduinen ze allen. En dan moesten ze, dat wordt dus van de volgende, dus de 40 dus gebouwd worden. En op het koer lagen we dan, hè? We moesten in de kerk door. En allemaal door de dingen bedienen. En wacht ze, dingen maar zij de wonder. Die van Marseille, die, wij heiden die weer, Antoine. Ja, ja. Die was een assenaar. En onder zijn man Engelbos hebben vol, hè, want het was direct. Hoi, ja. En dan is dingen, Paul van Lief. Ja. Die is direct bijgegooid, die aan het partisseur en die had dat zuur ontdekt. Maar dat was een dingen in de kerk van vuren. Ja, en toen was het volgend jaar het nog de kassen, maar het was gedaan, bouw aan te doen. Ja, ja. Fruit, appelsinen of iets ook aan, daar weet niks van. Hè. Nee, nee. Wanneer, ja, wat kwam op tofels? Waren eten onder de oorlog en alles. En papa dan, die gewoon kwijt en breed butter en alles ja, bij alle voor toch eten te hebben. En dan mijn grootmam dus aan papa zijn kant, die bakte nog zelf. Ja, ja, ja. Ze dus hadden weer goed brood, want ik weet goed, dat weet ik nog wel, als je brood moest kopen, dat was zo, dat lijkt dus zo, dat was zo, dus in een droogde. Ja, ja, ja. Maar wat er werd, was dat ja. Ja. En zo, dat weet ik dan zo nog, dat dat gebeurde. En dan zagen we de mensen van Luik afkomen en alles, dat was een boer dat er verder woonde. En die bakten en die verkocht vlees aan die mensen van Luik. Dan worden ook de mensen die geld aan en die profiteerden er nog eens van. Ja, van de stad en dat kan. Ja, die kwamen bij de tram af. Hè. Ja, ja, een tram leken. Daar brusten we, daar weet je, spijt ik niet. Nee. Het leef weet je nog van televisie, had je als je jeugd had, had je in televisie? Nee, dat bestond. Ja. Hier hebben we een televisie niet. In 1947 hebben we thuis de eerste radio eens gehad. 47 radio? Ja. Ja, ja. Maar thuis is, zolang er zich thuis geweest is, was geen televisie. Ik ben in 59 getrouwd, dus dat was nog. Maar bij MRS konden we dan doorvuren. Dat was één. Ja. En ik ben eind 59 getrouwd. Ja, en dan in 60 hadden we dus zelf voor ons een televisie. Dat is wel. Dus toen was ik 21 jaar, die dan weer echt gezet een televisie aan het verrozen. Ja, ja. En dan kan me daar van thuis nog even die televisie te zien. Ja, ja. Je weet nog iets van de beefies? Ja, dat weet ik wel. Ja, dat weet toch wel. Daar kon ik me eigenlijk nooit te gaan. Ja, dat was 20 dagen achterin. Op de, ja, maar, in onze tijd, 20 dagen achterin bouwden we niet zo. Nee, nee, maar de beefies er worden die dag. Ja. Ja, en de tent, ja, dat weet ik wel. Ja. Dat was het begin, dat was een heel lijnje als hij. Ja, ja, ja. En het gaan koren en alles. Hè. Ja, en dan zie je bij dat allemaal teniet gaan. Ja, allemaal weg, hè? Dat was zo erg. Zo feest, hè? Dat is de Zuid-Limburgse bierfeest. Ah ja, daar kwamen ze van wijd en Brigadijnen. Ja, ja, dat is juist. En de eerste keer kwam Dengen voor de Kenger. Bob Davids, die kan de zoons rond het dorp, hè. En dan laat het te zien. Hè. Ja, ja. De mensen waren dan niet geloven hè, dat kwam. Ja. Dat is een dag weet nog van de dingen. Toen kwam het eraan de rocht nog. Ja. Zeg maar. En dan de dingen. De Vlaamse kermis bij de paarders. Ja, ja. Ik weet niet of je dat... De meegemaakt, maar van buurt ja, van andere mensen. Toen hebben we dat ik nog meegemaakt, ook daar konden we dan einde. Maar door einde... Bij mijn mama en papa bij ons, ja, hè? Alleen, nee, hè? Nee, dat mag niet. Dat mag ik doen in die tijd, nee. En door is Denger een schuime boksen, Cyril Dillon wat. Ja, die paarders zaten door in Gerardsbergen en die was van door. Ja, ja. En dan, ja, dat was dan zoiets, ja, dan mouden we door, maar met jenen gewoon. Ja, ja. Die andere boksen, dat het baten ja, en die hoofd ook, ja, ja, dat was een heel ding van verschillende, maar die naam is me altijd bijgebleven. Ja, ja. Omdat die achterna dan in de gazette en zo op terugkwam. Ja, ja. Ja, ja.
Maar ik zeg ook, dat hij doet ook zo lang niet bestaan. Ja, wat kon ze dan ook doen? Als toen stond er dingen, spilletjes, ja. voor bij de bal te smeten op zo'n... Toen horen we deze, toen ze de conserven en zo. Ja, en dan bestuur schuif dingen, weet ik werd nog allemaal leiden. Dat was dat door, ja, dan was er weer dat speelde. Een orkest bestond dat toen toch nog niet. Ja, weet ik nog niet meer van muziek dat er was, maar toen wouden we natuurlijk nog niet bij meedoen. Dan worden de groter dat dan baas. Ja. Zeg, het lief, wij zouden hem al leren kennen. Ja, dat is bij de wereldtentoonstelling bijgekomen. Ja. En dan kan je bedienen, ja, we worden maar niet veel op bedienen, je klapt en je doet en dan de lange duurt, zag je dat doen een keer even, en dat doen een keer even. Maar dat was altijd een vallen, want je kost er eigenlijk niet gewonnen. Nee. Want als je dan nog even dan zei, nou, wat gewoon moet je bij de veilig wonen. Ja. En dan lukt het zo gewoon, dan moet je voor de dunkel terug thuis. Ja. Wat dan nou maar aan zeggen. Ja. Nou zitten ze aan een andere hoek van het land. Nou, dat trek je heel druk dan. Ja, ja, en zo hebben we dan zo. Guus was dan op de gemeentehuis, want dan zoals je wist waar je niet van de bus afkwam. Ja, dan sprak je af. En zo, dan zo stilletjes al wat gekend. Dat kon ik allemaal zo rap nemen, want ze wisten altijd van alles. Hè. Ja. Ja, we hebben nu lang, we zijn maar een jaar en dan hebben we. Zijn we getrouwd. Ja, ja. Ja, Guus was dan nog ouder als ik. Ja, ja. Ja. Ik maar we hebben er nooit geen verschillen van, of geen dingen van gedaan. Nee, dat we ja, dat we ouder worden. Ja, en is na jong gestorven, Karel. Guus kost Guus nog. Leert er nog, ja. Oh, werk. Ze is twee van zijn jaar. Van 23 was Guus en ik was van 39, we worden 16 jaar verschil. Ja, dat is verschil, ja. Ja, maar daar hebben we nu het schindijnen van gehad, maar is jong gestorven. Ja. Daar kon je, dat kon ik bij mijn dames terug. Ik heb door vuuren ook die en de ander door een keer gekend of zo, ja. Nee, er zijn er ook twee die hebben van Duits. En zo, dus als ik een van mijn adem gaat, dan horen die ook Duits. Ja, ja, ja. Dat is allemaal een loterij, je weet het verduidelijk niet, ja. Dan weet je het verder niet. Ja, en dan, ja, dan zijn de kinderen gekomen. Dan is er niet meer veel van weg gewoon. Ze komen, maar ze zijn weg groter worden. Ja. Dan zijn we terug. Zo meer alle kanten van alles gaan bezichtigen. Ja, alles. Ja.